Wat is er nou aan de hand met de zwakke dollar? Is er iets mis in Amerika of is het een positief teken voor de rest van de wereld? Ondanks dat de dollar vorig jaar al zoveel is gevallen, blijft hij onder druk. En, en dat terwijl de rente in Amerika meer stijgt dan elders en de economische groeiprognoses ook steeds omhoog bijgesteld worden. Nu net bijvoorbeeld weer door de Fed deze week. Wij noemen dit het smile effect. Als je de reactie van de dollar schematisch weergeeft, dan zie je dat er duidelijk opwaartse druk is als de Amerikaanse economie en de wereldeconomie inzakken. Omdat investeerders dan van risico af willen en veiligere markten opzoeken waar Amerikaanse markten en vooral de obligatiemarkt dan van profiteren. Aan de andere kant, als er een heuse boom is in de Amerikaanse economie, meer dan in de rest van de wereld, stijgt de dollar ook. Want het is dan interessant om in die groeimogelijkheden te investeren. En bovendien zit het er dan ook dik in dat de Amerikaanse rente sneller omhoog gaat. En dat trekt kapitaal aan. Maar daartussenin, als de economische groei in de hele wereld aantrekt, zien we de dollar vaak een beetje sukkelen. Beleggers zoeken dan eerder de meest cyclische economieën op en proberen dan wat meer van die risicopremie in riskantere markten te incasseren. En op het moment zitten we midden in deze fase. De wereldeconomie houdt nog een stevig tempo aan, minstens zo hoog als de Amerikaanse economie en we hebben net weer een versnelling gezien in ons fidelity leading indicator en een recent groot onderzoek onder al onze analisten bevestigde dit ook. En dat steunt niet alleen de euro tegen de dollar, maar ook bijvoorbeeld de Maleisische ringgit. Hoe lang houdt die druk op de dollar nog aan? Dat hangt dus van twee dingen af. Hoe lang die sterke gesynchroniseerde wereldgroei aanhoudt en dan kijken we vooral naar China en de grondstoffenprijzen. En of de Amerikaanse economie gaat oververhitten onder invloed van president Trumps fiscaal beleid en de verlagingen van de belastingen. Daarom is het best mogelijk dat de dollar later dit jaar wel weer licht gaat stijgen. Vooral om, omdat de Fed de eigen balans nu sneller aan het afbouwen is en de ECB en de Japanse Centrale Bank dat niet gaan doen. In Europa hebben we nu een akkoord over de overgangsperiode voor de Britten voordat ze echt uit de EU stappen. Dat neemt voor Britse bedrijven de onzekerheid over de gevreesde cliff edge in maart volgend jaar weg. En we weten dat financiële markten niet van onzekerheid houden, dus het was ook geen verrassing dat het pond er positief op reageerde. Het is goed nieuws voor Britse bedrijven die vooral in het Verenigd Koninkrijk actief zijn. Maar het is wel zo dat veel grote Britse bedrijven, vooral die die aan de FTSE 100 genoteerd staan, in het buitenland hun winst te maken. En voor hun is een stijging van het pond dus minder ideaal. thank you